kijkt. Mijn naam is Annemarie en ik ben een muziekjuf bij de Gooise Muziekschool. En ik wil jullie vandaag een klein beetje laten zien van wat we doen bij de cursus Muziek voor Kleuters. En jullie hebben het waarschijnlijk al wel gezien. Ik heb hier een oranje koffer bij me. En in deze koffer heb ik alles gestopt wat we nodig hebben om jullie te kunnen laten zien wat we bij deze muziekles doen. Het is alleen wel zo dat die koffer niet zomaar open gaat. Die koffer gaat pas open als wij met elkaar een liedje zingen. Kijk maar eens of je een beetje mee kunt zingen. En in ieder geval of je mee kunt klappen. Want ergens in het liedje zing ik over. Klap maar mee. En dan is mijn vraag of jullie met mij mee kunnen klappen. Het liedje gaat zo. Wat zit er in die koffer? Heb jij een idee? Wat zit er in die koffer? Klap maar mee. Kijk eens hoe goed dat gaat. We klappen precies in de maat. Wat zit er in die koffer? Heb jij een idee? We klappen eerst 1 keer. 2 keer. 3 keer. Oké. Nou, kijk maar mee. Ik ga hem openritsen. Okay. Om te beginnen zie ik een stukje van een beer. Hey, maar zien jullie dat de beer niet helemaal compleet is? Het ziet eruit alsof het een puzzelstukje is. Precies. En hierop staat ook nummertje 1. Dit is het puzzelstukje wat hoort bij de eerste les. En we gaan net zo lang door met puzzelstukjes verzamelen totdat de hele slinger compleet is. Hé, hey, ik zie nog iets. Zie jij het ook al? Het is een knuffel. En niet zomaar een knuffelbeer. Deze cursus heet namelijk Uit Artis is een beer ontsnapt. Nou, wat het verhaal is achter die beer, gaan we straks vanzelf zien. En ik zie nog meer. Ik zie een plaat van een beest. Weet jij misschien wat voor beest dat is? Het is een kraai. Ik zie een schatkist, ik zie muziekinstrumenten. En ik zie nog veel meer muziekinstrumenten. Kijk maar eens mee. Dit hier is Beer. En Beer die woont in de dierentuin. Maar Beer heeft een grote vraag. Luister maar eens eventjes naar het volgende liedje. Wat nou de belangrijke vraag van Beer? Samen naar op zoek. En daarvoor hebben we een heleboel dingen bij elkaar verzameld. Kijk maar eens eventjes mee naar de hele lange rij van puzzelstukjes. En dan vertel ik steeds bij ieder puzzelstukje iets over wat we gaan doen. Misschien heb jij het ook wel eens gehoord. Als je op het strand bent of ergens anders kun je wel eens van deze mooie schelpen vinden. En als je die schelp dan zo aan je oor doet, dan hoor je als je heel goed luistert de zee. Luister maar eens. Misschien hoor je wel of geen muziek. Bij puzzelstukje nummer 4 maken we kennis met de verzamelkraai. De verzamelkraai is echt een bijzonder dier, want die verzamelt van alles. En in ons verhaal gaat de verzamelkraai op zoek naar muziekinstrumenten. Een van de muziekinstrumenten die de verzamelkraai vindt zijn de stokjes. En met die stokjes kunnen we heel goed muziek maken.
Luister maar eens eventjes met me mee. Tikken met de stokjes, tik, tik, tik. Nog een beetje zachter, tik, tik, tik. Heel dicht bij je oren, tik, tik, tik. Kun je nog wat horen, tik, tik, tik. Tikken met de stokjes, tik. Zachter, tik, tik, tik. Heel dicht bij je oren, tik, tik, tik. Kun je nog wat horen? Nou heb jij thuis misschien geen stokjes, of misschien ook wel. Misschien heb je twee potloden of nog iets anders, twee stokjes. Zet mij even op pauze, pak ze er even bij. Gaan we eens kijken of je het liedje van de stokjes, net zoals ik, mee kan doen. En dan doe je het zo dat je de eerste keer een hele harde tik maakt. Tikken met de stokjes. Tik, tik, tik. Tweede keer al een beetje zachter. Nog een beetje zachter. Tik, tik, tik. En de derde keer heel dicht bij je oren. Tik, tik, tik. En als laatste kun je nog wat horen. Zo zachtjes dat je het bijna niet hoort. Pas wel op voor je vingers, hè? Daar gaan we. Doe maar mee. Tikken met de stokjes. Nog een beetje zachter. Heel dicht bij je oren. Kun je nog wat horen? Misschien heb je helemaal geen stokjes. Dan doen we het gewoon met je handen. Doe maar mee. Klap eens in je hand. Zit ook af en toe een verhaal. En nou hadden we het net in het liedje over harde en zachte geluiden. We hebben ook een verhaal over harde en zachte geluiden. Luister maar eens mee naar een klein stukje van het verhaal dat hoort bij hard en zacht. Het is heel rustig op de oevers van de rivier. Iedereen geniet van de zon. Totdat... Oh, daar komt krrr, 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 krokodil. Hij spettert en spat het in de modder en vliegt alle kanten op. En alle dieren schrikken zich helemaal. Zo zingen we iedere week een liedje, of zelfs meerdere liedjes. Komt Beer steeds meer nieuwe dieren tegen, leert steeds meer over de muziek. En uiteindelijk krijgt hij misschien wel de vraag, waar komt de muziek vandaan? Want een van de dingen, die kan ik je alvast zelf verklappen, als je met elkaar samen muziek maakt, dan komt er wel een heel orkest uit. Luister maar eens eventjes naar het volgende liedje. Langzaam als de slang, snel als een haas. Soms hoor je de echo. Soms gaat soms heel erg lang.
speel je alles samen, samen met elkaar. Dan maak je een orkest, luister maar. Heb jij zin om mee te doen of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons vinden op www.degooisemuziekschool.nl of je kunt ons bellen 035 693 6596. Hopelijk tot ziens. Dag!